Bonsoir. Goedenavond, good evening. Ik geef misschien iedereen nog een minuutje om te zorgen dat iedereen een stoel heeft. Voilà, bij deze. Bonsoir. Je suis très heureux de vous accueillir ici ce soir à Beaux-Arts pour la première édition du Brussels Architecture Prize dans ce bâtiment iconique d'un des architectes belges les plus connus dans le monde. Je parle bien évidemment de Victor Horta. Moi, je m'appelle Nico Cardone, je suis journaliste chez VRT et dans le passé, j'ai également travaillé chez Brus, la télévision locale ici à Bruxelles. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai fait connaissance avec pas mal des projets qui sont présents ici ce soir. The Brussels Architecture Prize is een initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, uitgevoerd door Urban in co-productie met A+ Architecture in Belgium. En die Brussels Architecture Prize zal voortaan elke twee jaar worden uitgereikt aan opmerkelijke projecten hier in de hoofdstad, projecten die Brussel mooier maken, projecten waar wij als Brusselaars alleen maar blij mee kunnen zijn. In totaal werden 175 projecten ingediend voor deze eerste editie. De jury is samengekomen en heeft dan 31 projecten ook genomineerd. En ik heb mij laten vertellen dat de jury bijzonder onder de indruk was van de projecten die allemaal werden ingediend. Dus dat is mooi om te horen. En pour plus d'informations sur ce prix, son histoire, l'ambition de ce projet, j'aimerais bien inviter Pascal Smet sur le podium. Pascal Smet est secrétaire d'État de la région Bruxelles-Capitale, bien évidemment. Et ce soir, ses compétences les plus importantes sont l'urbanisme et le patrimoine. Beste mensen, graag uw applaus voor Pascal Smet. Dankjewel, Nico. Een beetje ogen zetten. Ja, degenen die mij kennen weten dat ik normaal gezien zo praat, maar men heeft mij gezegd dat ik vanavond niet mag improviseren, dus dan ga ik dat ook niet doen. Dames en heren, Brussel verguist door de enen, verheerlijkt door de anderen. Het is een stad die beroert en die in volle verandering is. Ces dernières années, Bruxelles a commencé sa transformation, passant d'une ville pour les voitures à une ville pour les gens. Cette métamorphose est irréversible, positif et maintenant souhaité. Mais outre les rues, les places en voiture, sont surtout les gens, évidemment, mais aussi l'espace public, les bâtiments et leur interaction qui donnent son identité à la ville. Brussel heeft internationaal vermaarde Art Nouveau gebouwen, uitstekende naoorlogse modernistische architectuur en een waardevol erfgoed. Maar al deze elementen zijn tot nu toe niet genoeg gewaardeerd of letterlijk in de schaduw gelaten. Hedendaagse Brusselse architecten zijn trending, maar lijken in Brussel zelf niet sterk genoeg naar voren te komen. Brussel is koploper voor in de wereld voor passief bouwen en nog meer voor circulair bouwen. Er is zeker geen gebrek aan dynamiek in Brussel. Et pourtant, il manque quelque chose. Le traumatisme de la bruxellisation rend difficile la revalorisation du patrimoine. Les bâtiments sont souvent sans âme, ou pas assez d'âme, et gris. L'architecture emblématique et ou originale est assez rare. Ce n'est pas souvent qu'on est fier de montrer aux visiteurs les dernières constructions de notre ville. Pendant 12 ans, les maîtres architectes ont semé les graines d'un bon qualitatif. Mais aujourd'hui, un saut d'échelle et un changement de mentalité sont nécessaires. Car l'ambition et le courage font encore trop souvent défaut à Bruxelles. Cela pourrait s'expliquer en partie par la longueur des délais d'obtention des permis, même que ça va mieux maintenant, et par la culture répandue du compromis, ce qui traduit par une procédure de participation au public souvent inefficace. Dit moet veranderen, dames en heren. Wij zijn letterlijk de hoofdstad van Europa. Een stad van minderheden, zonder dominante cultuur, waar kunstenaars thuis zijn. We moeten dit vertalen in onze ambitie om van Brussel een visionaire stad te maken met innovatieve openbare ruimte. Dit is enkel mogelijk dankzij een betere wisselwerking tussen de bouwmeesters, stedenbouwkundige diensten, ontwikkelaars die durven en politici die verantwoordelijkheid nemen. Politici moeten de moed hebben een radicaal andere visie te ontwikkelen
om een stad tot stand te brengen die zowel inwoners als bezoekers enthousiast maakt. Dit moet nu worden vertaald in een architectuur die Brussel een smoel geeft. Nu meer dan ooit. En leven de diversiteit daarbij. Cela, mesdames, messieurs, ne peut pas être réalisé que par un changement culturel mené par une coalition des planificateurs, d'architectes et de résidents à l'esprit ouvert. Bruxelles n'est ni Aix-en-Provence, ni New York. Bruxelles est un hybride, laide dans sa beauté et belle dans sa laideur. Bruxelles est une ville difficile à cerner et ne séduit pas au premier regard. Bruxelles a des cicatrices, mais cela la rend plus sexy. Elle est cosmopolite, ouverte et confiante dans son avenir. Elle est diverse. En daarom, dus dames en heren, om al deze redenen, hebben we beslist om deze eerste Brusselse architectuurprijs uit te reiken. Om de mogelijkheden en de diversiteit in deze stad te tonen, maar ook om te bedanken. En dit alles uit de liefde voor de architectuur. Want een stad zal niks zijn zonder architecten. Dank u wel. Dank u wel, staatssecretaris Pascal Smet. En ik had het u al gezegd, deze Brussels Architecture Prize is een initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar we zijn hier ook in een uitvoering van Urban. En Urban is de Brusselse overheidsdienst, en ik ga even citeren, die de territoriale ontwikkeling van het hele Brusselse gewest ondersteunt op vlak van stedenbouw, cultureel erfgoed en stadswaardering. Ma prochaine invitée sur ce podium, elle dirige Urban. Architecte de formation, elle est déjà pour presque 15 ans engagée et impliquée dans des matières d'urbanisme et du développement territorial. Et sur Urban, elle a déjà dit « Urban est rebelle et comme elle, Urban ne se laissera jamais enfermer dans un carcan. » Je vous présente Betty Wagin. Merci beaucoup. Je vais descendre un peu. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis particulièrement heureuse d'être là ce soir et surtout de célébrer cette première édition de ce Brussels Architecture Prize. Donc, pour Urban, c'est l'aboutissement d'un projet très important, d'un projet phare, un projet qu'on a pensé dès le départ de la création d'Urban et qui rentre globalement dans un objectif de développer pour cette administration une politique de sensibilisation et d'ouverture et d'expertise à l'architecture. Et donc aujourd'hui, ce prix, c'est l'aboutissement de ce projet. C'était un objectif clair et ambitieux. C'était créer à Bruxelles un prix de l'architecture de qualité avec un jury indépendant et des experts internationaux. Donc, comme je vous l'ai dit, ça rentre plus globalement dans notre politique de sensibilisation. En fait, pour moi, il était clair qu'Urban devait poser un regard sur l'architecture. Car quand on délivre un permis, on ne délivre pas uniquement des règles et des normes. On délivre un message, on délivre une expression dans le paysage urbain. Et à travers l'architecture, on façonne l'environnement bâti et on impacte clairement la qualité de vie des citoyens. Donc voilà, pour nous, l'architecture et l'urbanisme, ça doit être des espaces de questionnement sur la vie en société, sur son évolution, de nous ouvrir à avoir un regard critique sur les propositions qui émergent à Bruxelles, que ce soit en termes d'esthétique, que ce soit en termes de durabilité ou d'innovation technique. Et donc c'est dans cet esprit que nous portons toute cette politique de sensibilisation. Nous avons déjà lancé d'autres événements. On a lancé les journées de l'architecture, enfin, mieux connues sous le vocable Archiweek. Nous avons aussi lancé des ouvrages d'architecture contemporaine. Nous avons tout récemment créé une formation continue à l'architecture avec l'ULB, qui devrait démarrer l'année prochaine. Et donc ici, c'est un des projets important qui rentre dans cette politique et qui, comme on l'a dit, aura lieu tous les deux ans, avec un premier appel qui a donné lieu à beaucoup de candidatures et qui a fait l'objet d'un processus
de sélection rigoureux. C'était vraiment important pour nous. Mais au-delà des projets primés aujourd'hui, que je félicite déjà, la valeur de ce prix réside aussi dans l'occasion qu'il nous donne d'échanger, d'entrer en dialogue sur l'architecture et sur la ville que nous projetons, avec effectivement, comme l'a dit le secrétaire d'État, une évolution assez importante à Bruxelles. Et c'est aussi l'occasion de mener ce dialogue nécessaire entre le passé et le futur, car en portant ce regard, on va davantage valoriser le patrimoine d'hier et encore mieux construire le patrimoine de demain, en tout cas celui qu'on va léguer à nos générations futures. Donc voilà, je ne serai pas très longue, je tiens à, surtout à remercier les équipes qui ont mis beaucoup d'engagement dans ce prix, à remercier très fortement A+, avec qui nous avons collaboré, Lisa et ses équipes, sans qui cette première édition n'aurait pas vu le jour. Hein. C'était une belle collaboration, une belle organisation, merci. Et aussi, évidemment, à remercier notre secrétaire d'État, Pascal Smelt, qui nous a soutenus et qui nous a permis de mener à bien cette première édition. Voilà, merci à tous, bonne soirée. Merci. Merci, madame McKinney. En ik had u ook nog gezegd, deze avond zou onmogelijk geweest zijn zonder de referentie voor architectuur en stedenbouw in ons land. Ze maken een tweemaandelijks magazine en ze organiseren ook tentoonstellingen over de hedendaagse architectuur in België. En dan heb ik het natuurlijk over A+, Architecture in Belgium. Mijn volgende gast op het podium is de hoofdredacteur en de artistiek directeur van A+. En ze is ook verbonden aan de Ulierge. Lisa de Visser. Goedenavond, bonsoir. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être là ce soir. Malgré ces temps difficiles, malgré cette quatrième vague du Covid, qui est d'ailleurs la raison pour laquelle vous êtes 200 dans une salle de 500 places. Et donc, personnellement, je suis particulièrement ravie d'être là avec vous et de pouvoir couronner ce travail de plus d'un an de préparation et d'événement du Brussels Architecture Prize avec cette soirée de remise de prix. Et donc, je tiens aussi à remercier Beaux-Arts de nous accueillir ce soir. Zoals jullie weten is er aan architectuurprijzen geen gebrek. Elke zichzelf respecterende stad of regio lijkt er een te hebben. Ook vastgoedbeurzen of fabrikanten van bouwmaterialen of andere professionele organisaties sprongen de laatste jaren op de kar van de architectuurpromotie via een prijs. Hoeveel waarde heeft dan eigenlijk nog een architectuurprijs vandaag en waar ligt de impact? En dat waren precies de vragen die op tafel lagen toen op het initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in co-productie met Urban de eerste krijtlijnen voor de Brussels Architecture Prize werden uitgezet. Het stond al snel vast dat deze prijs een hedendaagse productie moest belichten, voorbij de focus op een laureaat of meerdere laureaten en De prijs is bij gevolg meer een middel dan een doel op zich. C'est un moyen de stimuler davantage le débat sur l'architecture, tant au sein de la filière que vis-à-vis un public plus large. C'est aussi un moyen de mettre de nouveaux thèmes à l'ordre du jour grâce à ce débat et de peser en termes de politique et d'opérer des ajustements là où cela est possible. C'est enfin aussi un moyen de présenter Bruxelles comme une métropole où les valeurs établies et les jeunes architectes ont une chance de réussir comme un laboratoire d'architecture contemporaine et de développement urbain et comme une source d'inspiration pour une politique de ville qui dépasse largement les frontières de la région. Een prijs valt of staat met de geloofwaardigheid van zijn juryleden. En daarom zou ik eerst en vooral het wetenschappelijk comité willen bedanken, want zij stelden namelijk de jury samen. Een jury die niet alleen volledig internationaal was, maar ook de verschillende facetten van het architectuurspectrum vertegenwoordigde. Ik zou ook alle architectuurbureaus willen bedanken die allemaal samen 175 projecten hebben ingezonden om mee te dingen naar de prijs. En ik zou de juryleden willen bedanken die voor de gigantische taak stonden om deze 175 projecten allemaal uit te pluizen tot in detail. En om daar 31 projecten uit te kiezen als genomineerden en 4 laureaten. Plus ook een prijs voor aanstormend talent, de Promising Young Architect Award. En een emblematisch Brussels bureau voor de Lifetime Achievement Award.
Suite aux discussions que les membres du jury ont menées pour faire la sélection des projets, plusieurs thématiques transversales sont apparues qui ont formé la base pour ces débats que nous avons organisés les mois derniers avec le CEVA. Et donc, je voudrais remercier Nikolaus Hirsch et son équipe du CEVA pour cette collaboration et pour les débats intéressants. Et tout au long de cet automne, les projets nominés ont été exposés au CIU à Bruxelles. Et donc, je voudrais remercier les architectes exposés, donc les nominés, pour la participation à cette exposition. Ce n'était pas toujours simple. Et l'équipe du CIU pour cette collaboration. Et dans cette exposition, nous avons fait toute une série de films qui ont été montrés dans l'expo, mais qui ont été après... on a rajouté des interviews qu'on va montrer tout à l'heure. Et donc, je voudrais remercier l'équipe de tournage, donc Sander Tas et Dania Kaubergs, pour ce travail professionnel ultra rapide et gigantesque de faire 31 films en quelques semaines. De lauréaten, die kregen vanavond een prachtig beeldje. Dat werd ontworpen door de kunstenaar Konrad Willems. En ook hem zou ik wel graag willen bedanken om samen met ons te zoeken naar een geschikte trofee voor de prijs. De prijs was enkel mogelijk geweest dankzij de steun ook van een aantal partners en sponsors. En ik denk daarbij aan Hub Brussels, Polestar, Site Blaton, HP, Assa Abloy, Finstral, Geberit, Crayon, Wienerberger, Pierre et Marbre, Fabelsem en Potier Stone. Hartelijk dank voor jullie steun. Deze prijs was een uitzonderlijk project voor Applus. Het was de eerste keer dat we dit op deze manier deden. En het was eigenlijk een prijs die letterlijk het hele team verzameld heeft rond één project. Een team dat alles heeft gegeven. En ik zou hen daarom echt heel hartelijk willen bedanken, allemaal, stuk voor stuk. En tot slot hoopt deze prijs een nieuwe stap te zetten in het proces van noodzakelijke zelfreflectie en een verdere evolutie van het beleid in functie van een dynamische architectuurcultuur. Hartelijk dank dus aan Brussels of Stedelijke West en het kabinet van Pascal Smet en Urban, Betty Wacknin en Guy Condereys om dit allemaal mogelijk te maken. Hartelijk dank. Dankjewel, Lisa de Visser. Et maintenant, on peut continuer vers la raison pour laquelle vous êtes ici ce soir. Je parle bien sûr de la distribution des prix du Brussels Architecture Prize. On a 7 catégories différentes ce soir. En we beginnen met de eerste prijs, dat is de categorie Public Space. En we hebben het dan over projecten die de openbare ruimte in Brussel een meerwaarde vormen voor de bewoners en de bezoekers. Dat kan dan natuurlijk gaan over straten, pleinen, parken, maar ook semi-publieke plaatsen die zich openstellen en voor de voorbijganger of voor de buurt op een genereuze manier iets teruggeven aan de wijk en de stad. On va d'abord regarder une petite introduction. Molenbeek Square is een tijdelijke interventie gesitueerd naast het Weststation in Molenbeek. De grote uitdaging voor ons in dit project was hoe kunnen we op een vrij harde ruimte, een plek met heel veel verkeer en lawaai, hoe kunnen we een soort van geborgen omgeving maken waar jongere kinderen en adolescenten een fijn plekje kunnen vinden om te gaan spelen. Verder, ja, de tijdelijkheid was ook een belangrijk constructief vraagstuk. De constructie moet verplaatsbaar zijn. We hebben gebruik gemaakt van gerecupereerde materialen. We hebben ook geprobeerd van het gevoel op te wekken dat iedereen bij wijze van spreken die structuur zou kunnen monteren. Het is ook bewust niet helemaal afgewerkt, om eigenlijk ook als een open uitnodiging om zelf aan de slag te gaan. We willen ook vooral dat de jongeren die die plek gebruiken, dat ze zich die plek gaan toe-eigenen. En in die zin, ja, is het perfect mogelijk dat men op de beton gaat schilderen, op de wanden van de containers gaat schilderen enzovoort. Le projet s'inscrit dans le cadre du développement d'un masterplan paysager qui s'étend entre la place Émile Boxtal à Laeken et les amorces du parc de Tour et Taxi. L'intervention combine une vision à grande échelle avec différentes interventions stratégiques, dont une passerelle piétonne reliant le parc au quartier. La commande de la passerelle trouve ses origines dans la volonté de connecter la ville au parc. La passerelle piétonne crée un nouvel accès situé au point haut du site jusqu'au parc en contrebas.
L'ouvrage d'art se pose délicatement dans la topographie existante entre les arbres et la végétation, offrant aux visiteurs un parcours dans le paysage. Cette intervention témoigne d'une architecture volontairement modeste, mais néanmoins affirmée, utilisant ses moyens et sa technicité au service d'une intention soucieuse des contraintes de l'existant. Iedereen kent het voorplein van Sint-Gilles, of de Parvis, zoals we dat heten. Dit is de plek waar sinds 1865 onafgebroken een markt wordt georganiseerd, de oudste van Brussel. Maar nu, die was door het aanleggen van een parking en door de Waterlose Steenweg eigenlijk een beetje verloederd. Wat we getracht hebben, was van opnieuw één enkel plein te maken, waar de kerk ook bij betrokken is. Dus geen kleine Parvis en grote Parvis, maar één enkele Parvis. Door een aantal stroken aan te brengen. Die stroken laat aan de ene kant mooi de gevel tot uiting komen, maar die helpt ook om alles te organiseren. De drie middenste stroken voor het maken van de markt en dan de eerste strook voor de terrassen in de winter en een dubbele strook voor de terrassen in de zomer. Dus die stroken brengen een eenheid, betrekken de kerk bij het plein en daarin hebben we dan een aantal oasen gemaakt waar we grote bomen geplant hebben met een publieke bank rond die zorgen voor een plek van verpozing en ook van koelte in de schaduw van de bomen. Le Geek Udall Square. Donc, il s'agit de la redéfinition de l'espace public qui était composé en fait à la base d'un carrefour routier, plutôt un rond-point en fait finalement, et une espèce de dent creuse qui était laissée un peu à l'abandon. Donc, l'objectif initial, ça a été assez vite de redéfinir la hiérarchie entre l'espace dédié à la voiture et l'espace piéton. On s'est beaucoup influencé à l'époque des images, des constats qui étaient faits pendant les périodes de neige et les automobilistes qui laissaient du coup des traces qui permettaient de voir l'emprise exacte qui était occupée par la voiture et du coup en contraste l'emprise qui pouvait être octroyée et redonnée à l'espace piéton. En fait, on pouvait créer finalement une vraie place publique avec tous ces espaces qui allaient être libérés. Le projet sélectionné dans le cadre du BAP est un square public à Etterbeek. C'est une petite place avec une plaine de jeux pour les enfants qui s'organise autour d'un grand platane et de plusieurs espaces plantés le long de la chaussée de Wavre. Plusieurs enjeux ont été identifiés dès le départ. Donc d'abord d'ouvrir des espaces publics très introvertis, sans cohérence, qui subissaient une forme d'encombrement d'objets en tout genre. Ensuite, d'offrir des espaces de séjour et de jeux à des groupes d'âge différents. Et enfin, d'augmenter la porosité des sols pour permettre une meilleure gestion de l'eau dans un contexte urbain en fond de vallée et d'améliorer aussi la biodiversité avec l'augmentation des surfaces plantées. Jusqu'à présent, on a eu des retours plutôt positifs. On pense que l'espace est très bien reçu dans le quartier avec une forte utilisation donc, par des familles en semaine, après l'école et le week-end. Seven pavilions for seven parks sont des ganguettes fait avec Bruxelles Environnement, qui sont éparpillés dans sept parcs bruxellois. Chaque pavillon a aussi un nom propre qui est à chaque fois lié à l'histoire d'un parc. Ce sont des structures temporaires, montables et démontables, chaque été et pendant au moins 5 ans. Ce sont des pièces au ciel ouvert, des cloîtres, des toits. Ce sont des architectures de fête, faites de presque rien. Un bar, des tables et des lampes. L'important est ce qui se passe en dessous. Nous pouvons y manger et boire, danser, rencontrer des amis. Comme l'abstraction d'une colonnade, les poteaux et le toit sont le geste minimal pour produire de l'architecture. Le projet des Pocket Parks, c'est un projet de 4 Pocket Parks. Et le Pocket Park de la Halle, c'est le premier qui a été réalisé. C'est une série de projets qui ont été réalisés sur d'anciennes friches ferroviaires. Et donc, c'est une démarche qui a été très participative. Alors, on a fait pendant presque 2 ans pas mal d'événements autour de ces parcs parce qu'il s'agissait d'abord de les faire connaître puisque c'était des lieux pas connus, en fait, des gens du quartier. Mais aussi à chaque fois pour nous un prétexte à tester des choses, des usages, des gestions possibles de ces lieux. La halte, c'est un grand talus ferroviaire entre 2 culées d'un ancien pont. Et donc le travail a été d'installer une grande rampe qui permette de rejoindre le niveau haut, qui permette de regarder aussi la ville de loin. J'ai un peu l'idée d'un espace libéré qui ouvre un peu les vues sur tout ce qui se passe autour. Finalement, c'était assez consensuel, je pense, auprès des habitants aussi, d'en faire un lieu d'ouverture plutôt qu'un lieu vraiment d'usage fort.
Voilà. And the next guest I have the honor to invite on stage, he just couldn't be more perfect to hand out the prizes tonight on this first edition of the Brussels Architecture Prize. Konstantinos Pantazis is an architect who studied in Athens and in Rotterdam, and his graduation project was titled Brussels, a Manifesto Towards the Capital of Europe. So, of course, he just had to be in our jury. He was the vice president. And may I invite him to the stage, Konstantinos Pantazis. Hello, everyone. Thank you, Niklas. So, in the public space category, seven incredible finalist projects. They share some similar qualities we thought in the jury. They're somehow modest and economical, but they're very strong in character and in the effect they have. They're very thoughtful in their programmatic performance. Most of them aim to do more than make just a beautiful square. They try to include new ways of mobility and to be very inclusive for the people. Of course, we had to choose one winner only, unfortunately. The winning project is a powerful new public space with a very strong visual identity made with reused materials in various scales. It transformed a neglected area in the city and attracted youngsters, an age group often neglected by city policies. So the winning project is a Molen West Square by 1010 Architecture and Urbanism. Congratulations. Congratulations to everyone. May I invite the winners to come forward? So they can come forward. And then they will be handed this very beautiful prize by Konrad Willems. Congratulations, proficiat, félicitations. Jullie mogen eventjes daarbij kijken voor een foto. Je kunt regarder juste ce côté là pour une photo. Il y a un petit moment de photo, donc si vous juste regardez ce côté. Non, vous pouvez rester ici. Vous pouvez rester ici. Ce sont les premiers lauréats pour les prochains, ça va. Vous venez juste devant la table. Voilà, et juste là, il y aura une photo qui sera prise. You're welcome. And then you can come here. If you want to say a word to the audience, you can. Okay, thank you so much. This is a fantastic moment. Bert should have been here. He was explaining the project 5 minutes ago. Thank you, Bert, for this fantastic work and this fantastic occasion for everyone. Thank you, Gislán, for being here as representative of Samen voor Morgen, one of the many associations who are actually bringing life, breathing in new air into this abandoned corner of the city. Far from abandoned, actually, is a super active area of the city, fantastic neighborhood. Thank you, ESAU MSC, and thank you, the municipality of Molenbeek, for making this project possible. And thank you, our collaborators at 1010 Architecture Urbanism, for bringing so much talent and so much commitment every day to fight for a better, more inclusive, more circular city. Thank you so much, everyone. Et voilà, on peut continuer vers la prochaine catégorie. Ils sont tellement heureux, moi aussi pour eux. Beautiful, isn't it? So, on va continuer vers la prochaine catégorie et je parle de Major Intervention. Donc, on parle d'un bâtiment qui est situé en région Bruxelles-Capitale
et qui participe au dessin de la ville par son volume, son programme, ses ambitions, et qui a un impact durable sur la qualité et l'expérience de son environnement. On va regarder un intro. Le projet concerne la requalification architecturale et paysagère de l'ancienne école d'ingénieurs de l'ECAM, située à Saint-Gilles. Il s'agit du projet phare du contrat de quartier durable Bosnie et comprend notamment un parc avec une plaine de jeux en intérieur d'îlot, une crèche pour 150 enfants, un centre sportif, des services pour la jeunesse, une cuisine centrale des crèches et ateliers d'artistes. Les enjeux du projet résident d'une part dans l'intégration de ces nouvelles fonctions dans un îlot bruxellois traditionnel très dense, en respectant le patrimoine du lieu, et d'autre part, la création de nouvelles connexions dans le quartier. Pour atteindre ces objectifs, le projet ouvre l'îlot afin de le rendre poreux. Dans un souci de durabilité, un maximum de bâtiments existants sont conservés et rénovés, et seules les extensions nécessaires à la fonctionnalité du site sont reconstruites. The project Central consists of two buildings located at the crossing of Avenue Bezem and Chaussée d'Anselberg. Two small corner plots on top of the metro tunnel and station Albert to house complex program of sport infrastructure, multi-purpose rooms, auditorium and social restaurant. To deal with this challenge, we propose to create a new gateway between two neighborhoods, but not in a traditional sense, but rather as an urban experience happening between ensemble of buildings on site and around. The technical rooms and circulation course were placed at the blind spots of the site, while more public functions were shifted towards the facades. The large-scale windows facing the streets provide a generous daylight inside, but also allow the occupants of the building to participate in the theatrics of public space, and in that way making it part of the neighborhood itself. De nieuwbouw en renovatie, restauratie van het gemeenschapscentrum Drink in Anderlecht bestond erin om eigenlijk toch een redelijk dens cultureel programma op een historische plek in Anderlecht te organiseren. Het is op het Dapperheidsplein, de Place de la Vaillance, met zeer veel historische gebouwen en een hoekpand dat we moesten integreren. De grote uitdaging lag er eigenlijk in om de hoofdingang op dat Dapperheidsplein te krijgen. Uiteindelijk hebben we de gevel bewaard, hebben we wel de hoofdingang op het Dapperheidsplein kunnen realiseren. En vanaan die hoofdingang vertrekt eigenlijk een grote binnenstraat die tot achteraan het perceel loopt. En door de afwisseling van binnenruimtes en buitenruimtes krijgen we een compact centrum dat ontsloten kan worden via zijn binnenruimte, maar dat ook ontsloten kan worden en bereikbaar is vanuit de buurt. En zelfs in die mate dat het Dapperheidsplein als een soort foyer dient voor dat nieuw gemeenschapscentrum. Het ontwerp, het project van Gare Maritime is eigenlijk gestoeld op drie pijlers. De eerste pijler, de Gare Maritime, is natuurlijk een fantastische hal, waarbij dat wij die zo prominent aanwezig wilden laten eerbiedigen en dat de extra vierkante meters, extra volumes die moesten worden toegevoegd, dat wij die hebben op het tweede plan gehouden door een min of meer bescheiden ingreep. Die zit in een 12-tal inbouwvolumes. En dan komt meteen ook de tweede pijler op de proppen om een overdekte stad te maken, waarbij dat die inbouwvolumes werken als stadsbouwblokken. De derde pijler, dat was de ambitie om eigenlijk een heel duurzaam project te maken, een circulair project. Vandaar dat die inbouwvolumes opgetrokken zijn uit hout. Een houten draagstructuur die altijd nog kan worden weggenomen zonder de bestaande hal onrecht aan te doen. Portat 1070 is een schoolproject met een actief en innovatief leerlandschap. En in dit project hadden we eigenlijk drie grote uitdagingen. Een eerste was de stedelijke condities van de site. Langs een van de grote invalswegen naar Brussel, namelijk de Ninoerse Steenweg. Een tweede element, we zitten met een kerkgebouw. Maar wat doe je daar nu in godsnaam mee? Hoe gaan we om met het voormalig kerkgebouw? Er moet een schoolinvulling in komen. En hoe ga je die functie daar insteken? En welke elementen ga je behouden? Welke ruimtelijkheid ga je terug inzetten? Een totaal nieuw ruimtelijk antwoord op een schoolgebouw.
Het boeiende aan de opdracht was dat de pedagogische visie nog niet uitgeschreven was bij aanvang van onze opdracht. Waarbij het vooral eigenlijk een zoektocht was naar een landschap dat toelaat dat de leerlingen of de kinderen effectief actor kunnen worden van hun eigen leerproces. De Visie 2 Zinneke organiseert om de twee jaar de Zinneke-parade hier in het centrum van Brussel. En we hebben eigenlijk samen met Rotor, Zinneke en West een renovatie gedaan van een oude drukkerij in het noorden van de stad die Zinneke als thuisbasis heeft. Het project is specifiek om twee redenen. En de eerste reden is zeker dat we het project echt in co-creatie gemaakt hebben. Dus we hebben de traditionele rol van de architect een beetje verlaten. Een tweede reden waarom dat het project wel speciaal is, is omdat we zoveel mogelijk hergebruikmaterialen hebben toegepast. En dat gaat van heel eenvoudige dingen, zoals tegeltjes tot branddeuren, tot een ventilatiegroep, stalen poutrellen enzovoort. Dus dat was eigenlijk een soort van experimenteel project waarbij we dat onderzocht hebben hoe dat we dat in een openbare aanbesteding in zo'n publiek gebouw kunnen toepassen. Het Bouwmaterialendorp is een logistiek platform om de stad te bevoorraden van bouwmateriaal via de waterweg. In het Bouwmaterialendorp hebben wij ervoor gekozen om de afwikkeling van logistieke stromen te laten zien. We geloven dat in het zichtbaar maken van het stedelijk metabolisme enerzijds een waarheid zit, een stad kan niet zonder stadsbevoorrading, en anderzijds ook een schoonheid kan huizen. Bedrijven verdwijnen, fuseren, gaan failliet, worden overgenomen of veranderen hun strategie. Om de architectuur daar zoveel mogelijk op te laten inspelen, is flexibel en aanpasbaar gemaakt. De opeenvolging van een warme loods die als winkel fungeert, twee koude loodsen waar de stok gestapeld wordt en de luifel waar in- en uitgeladen wordt, laten zien dat deze verschillende vormen in het bouwmaterialendorp aanwezig zijn. Deze aanpasbaarheid geeft ook aan dat andere configuraties mogelijk blijven. Le projet de la place Roger est un projet de aménagement public tout d'abord. On a voulu réorganiser les flux, ce qu'il fallait après 40 ans de désordre total sur le site. Tout se rassemble en dessous de cet auvent. Cet auvent, il est peut-être très visible, mais 80% du projet se déroule en sous-sol. Donc ce n'est en fait qu'une petite partie de l'ensemble du projet, mais il est iconique dans le sens qu'il rassemble tous les mouvements dans ce morceau de ville. Et il y a une autre échelle à ça, c'est-à-dire que la petite ceinture coupe assez fortement le centre-ville du quartier du Nord. Et avec la position exacte de cet auvent, on a voulu se rapprocher vers la ville historique. Constantinos, I invite you to the stage again for the handing out of the next prize. So again, eight buildings finalists, incredible projects. I'm very sorry for the ones that don't get the prize because I think every one of them deserve it. The nominees have very different scales. And they're very interesting, not only seen on their own, but also as to their effect, to their context. They all establish very strong connections to neighborhoods where they belong, and they add new powerful places to the city. The winner is a project that proudly makes visible and celebrates its own programmatic nature. It's an exceptional case because it's very unusual to have such a refined architecture for an industrial building, a statement promoting great architecture for the productive city. It generously offers energy to its neighborhood. The winner is Material Village by Tetra Architekten. May I invite you to come to the stage? Dus ook hier weer een prachtige prijs voor jullie, alsjeblieft. Okay.
u een microfoon geven, alsjeblieft. Ja, dankjewel, A+ en Urban, fantastisch om een prijs te winnen. Ik had het niet voorbereid, maar ja, ik denk dat er een bedanking aan de bouwheer eigenlijk speciaal wel op zijn plaats is. De haven van Brussel, heel visionair, heel fijne bouwheer eigenlijk om voor te werken. Ook, dat was een van de eerste bouwmeesterprojecten, dus ook bedankt aan de bouwmeesters. En dan alle Mouton, HP Engineering, Landinzicht enzovoort. Bedankt. Dankjewel. Ja, en u mag mee naar daar. Dank jullie wel. En ook aan jullie proficiat, jullie mogen langs daar doorlopen. Ja. Van major intervention is het een logische stap om door te gaan naar small intervention. Dus bij small intervention spreken we over projecten van minder dan 1000 vierkante meter, gebouwen of verbouwingen, uiteraard in het Brussels hoofdstedelijk gewest, die dankzij een intelligent plan, een uitgekiende detaillering, een verantwoord materiaalgebruik of gewoon een slimme organisatie het juiste antwoord bieden op de uitdagingen van een hedendaagse stad. Stam Europa is a third space, a public interior in the European quarter of Brussels where inhabitants, professionals and others can interact and dialogue about the future of Europe. One of the main challenges was to define strategic spatial interventions in a building that hasn't been used for over 10 years and is nowadays nothing more than a rough concrete structure. So we focused our time, energy and budget on designing a stage curtain that accentuates the double high space and allows flexible use, and three dialogue settings. First, a series of hexagonal tables that can be configured in one long or multiple small tables. Second, a kitchen. And third, a carpet. They are designed in such a way to disarm users, to provoke various emotions and feelings, and stimulate open dialogue. Le projet Verbiste, qui vient du nom de la rue dans laquelle il s'y trouve, à Molenbeek, consiste à transformer un ancien entrepôt situé en plein cœur d'îlot pour accueillir une famille ainsi qu'un atelier céramique au rez-de-chaussée. Dans ce projet, les maîtres d'ouvrage sont architectes. Harold Fallon is vernoot bij AGWA en Evelia Makal is architecte bij de Franse Gemeenschap. Verbiste, c'est l'histoire de maîtres d'ouvrage architectes qui questionnent les réflexes constructifs et qui questionnent la manière de faire un projet. Dans ce cas-ci, c'est se laisser la liberté d'adapter le projet en cours de route, notamment avec les marches pour le climat à Bruxelles. Waarom gebruikt men altijd beton of staal, terwijl iedereen de impact op het milieu kent van die materialen? Kunnen we niet zonder? Hoe zou die architectuur eruit zien? Ces structures béton ont dû être renforcées en limitant le plus possible l'usage du béton et de l'acier. C'est comme ça qu'est apparue l'idée des jambes de bois emblématiques du projet. Het project is de productiehal van BC Materials. Dat is een hal die wij gebouwd hebben naast ons bureau, BC Architects. En door het maken zelf bij ons te nemen, is daar iets uit ontstaan. En dat noemt BC Materials. En dat is een bedrijf dat aarde van Brusselse werven omzet naar bouwmaterialen. Wij gaan zelf leemstenen maken, aardepleisters. Wij proberen de Brusselse grond in Brussel te houden. We zitten op een precaire site, dus wij hebben die eigenlijk in breukleen van de haven van Brussel. Dus alles wat wij gedaan hebben met die hal is modulair. Dus wij kunnen bij wijze van spreken de hal terug demonteren en die eigenlijk op een andere site gaan opbouwen. Ook een beetje het basisidee van als we iets bouwen, dat we zo weinig mogelijk afval willen creëren. Dus de hal van BC Materials is echt vanuit de grondvesten van het circulaire idee gegroeid en kan ja, volledig verzet worden eigenlijk. The project of Old Station of Laeken is located at the Kerkeveldstraat next to the Church of Notre Dame de Laeken. The scope of the project was to protect the common memory of the neighborhood, the station building, and to adapt it to the functional needs of the new inhabitant, Maison de la Création. The juxtaposed needs created an opportunity to preserve the old monument while adding new small interventions, which dramatically improved its functionality, making it flexible in use and easy to adapt. The most notable element is addition of a winter garden. It provides more space if needed
allowing its visitors to meditate the view of constantly passing trains. The new landscaping around the station will also play an important role in connecting public space around the building with the future railroad park, making the canal zone of Brussels more accessible to the neighborhood. We hebben een huis gebouwd in de Werfstraat voor Raf en Christine en hun twee kinderen. Het nieuwe huis is een beetje een soort toren. Je leest het natuurlijk niet zo, want het zit tussen andere gebouwen ingeklemd. Maar je klimt via een trap omhoog en helemaal bovenaan zit de leefruimte. En op die leefruimte heb je dan nog eens een heel mooi dakterras met uitzicht over de stad. Het is een hele ondiepe woning, dat wil zeggen dat je heel veel gevel hebt. Het is maar 4,5 meter diep. Een beetje te veel gevel zelfs. En we hadden er ook iets bijzonders mee doen. Dus we dachten, we maken een erker, maar we stoppen de vensters niet vooraan, maar zijdelings. En daarover hebben we dan zo'n soort metselwerk behangpatroon uitgerold. Die eigenlijk een beetje dat welvende aspect nog benadrukt. Het project is genoemd naar de Petite Rue Malibran, een achterafstraatje achter Place Flaget in Elselen. Een aantal garageboxen geven erop uit. Dat had zo'n beetje een gruzelige sfeer. Ook in het parkje was er weinig echt te doen. Het is een jeugdhuis en we hebben geprobeerd met het project om voor de jongeren uit de buurt een thuis te maken, maar ook om de buurt zelf te betrekken. Het huis bestaat uit verschillende kamers achter elkaar. Ook een tuinkamer met een keuken en een barbecue. Dat is eigenlijk het hart van het project. En dat werd ons ook aangedragen of ingefluisterd door de gebruikers zelf. We hebben met hen een intensief participatief traject afgelegd vooraf. Het is nu een fijne plek om ook om door te wandelen. Als je vanuit Elselen naar Flaget wandelt, dat was uiteindelijk onze bedoeling om er een fijne plek van te maken. Arc-en-ciel, en fait, ce projet, c'est une opportunité. Saint-Josse, on est dans la zone la plus dense de Bruxelles. Donc là, la problématique de la densité est une vraie question. Et donc, ça nous a semblé aussi très important de pouvoir offrir des espaces de jeu, de récréation complémentaires. Et donc, ce préau est devenu une sorte de table en béton qui est utilisée comme cours de récréation, quoi, comme une surface de jeu complémentaire. On a repris l'expression des terrains de sport, donc avec des clôtures, avec des profilés blancs. Et là aussi, pour un peu rappeler le principe des murs rideaux, hein, parce qu'on est dans ce centre-ville, enfin, surtout quand on se retrouve sur la toiture au dernier étage, on est entouré de ces différentes tours, on n'est pas loin de la cité administrative. Donc c'est plutôt stimulant. Hein, c'est plutôt, enfin, cette densité aussi élevée, ce manque d'espace est plutôt quelque chose de stimulant que quelque chose de contraignant, je trouve. Quoi, hein. Tondo is een voetgangersbrug die cirkelvormig is, eigenlijk een ring, die 84 centimeter hoogteverschil moest overbruggen. En daardoor hebben we gekozen toen, David en ik, als je die twee punten met elkaar zou verbinden, zou je een 5% helling hebben. Maar door de helling langer te maken, kom je op een 3% helling. Dus kan iedereen ook met een rolstoel van de ene kant naar de andere kant zomaar gaan. Tondo komt van de Renaissance schilderkunst. Toen maakten ze kleine ronde schilderijtjes die eigenlijk, omdat ze cirkelvormig zijn, overal passen. Hè? Omdat uiteindelijk de passerel of de voetgangersbrug die we gemaakt hebben ook moest passen tussen twee heel verschillende gebouwen. Dan de buitenkant is bekleed met aluminiumpanelen als een beetje een scheefgezette UFO bijna tussen de twee gebouwen. There we go, Konstantinos. The stage is yours. So another difficult one. 8 finalists, very strong, but different characters. They create different types of additions to their neighborhoods in the city. They're all very highly effective. It was very difficult to judge this category because of the differences in scale and program, so there were very long discussions. The winning project is the result of a diverse group of radical collaborators. It was selected not only for its architecture, but also for its visionary program, the ambition to create a space for the people in the city, a vision for the program largely formulated by the architects themselves. It promotes architecture's ability to collectively imagine another future for the city, resourceful, open, and flexible.
The winning project is Stam Europa by Acte 51 and 4E. Congratulations, you may come to the stage. U mag naar voren komen. Vous pouvez venir ici au podium. Voilà. S'ils sont présents. Oui, voilà. Il aura aussi ce prix de Konrad Willems de fait à Boretze. Oh, ja. Jullie mogen eventjes hier voor de pagina staan. Even naar de fotograaf kijken. It helps with a picture. I'm going to hand you the mic if you want to say a word. Well, it's very unexpected, but very nice. Thanks a lot. And also, congratulations to all the other amazing projects shown. It's really, really beautiful to see. I should thank, indeed, the coalition behind this realization, which is very unusual. The city of Brussels, the Fund European Quarter, and the Rigider Gebouwen, a federal facility management, who joined forces in this project to work around the vacancy in the European Quarter, and indeed found us to find a new type of gathering place in a largely not thought through district of Brussels. You want to? I don't really know what to say, but thank you again to everybody who was involved in this project. We're three on stage right now, but I think we should be 15 or 20, really. Yes, thank you very much. Thank you. Et voilà, comme ça, on peut continuer avec la catégorie extra-muros. Ça veut dire, pour cette catégorie, on a cherché des projets de grande qualité, conçus par un bureau établi dans la région Bruxelles-Capitale, mais construits ailleurs, donc dans le pays ou à l'étranger. Donc, en fait, notre carte de visite. Le nom du projet est le SEN 801. Il est situé en Casamance, au Sénégal. Il s'agissait de construire trois centres de formation professionnelle, pouvant accueillir chacun environ 400 personnes, et ce, dans trois villes différentes. Donc le projet était de concevoir trois centres modulables, accueillants, fonctionnels et économes en entretien et en maintenance, loin des grandes villes, et en intégrant également la démarche bioclimatique et le principe de bas carbone. Donc la principale idée qui a guidé la conception fut la réinterprétation de la case à un pluvium. C'est un bâtiment typique sénégalais. Elle est construite avec des murs en terre et une grande toiture ouverte, permettant ainsi la circulation de l'eau de pluie et de la chaleur, et donc offrant une climatisation naturelle. Donc nous avions la volonté d'inscrire le projet dans une démarche locale, sociale et professionnelle, et donc ainsi que le chantier soit un temps d'apprentissage également, avec des détails de mise en œuvre simples, la limitation des déchets et le réemploi. Le projet s'inscrit dans le cadre du développement du campus de l'Université Polytechnique de Paris-Saclay sur le plateau de Palaiseau. Le programme consiste en la construction d'un parking réversible de 450 places, d'une résidence de 192 logements pour étudiants, de locaux communs liés à la résidence et de commerce. Le bâtiment s'implante selon une figure annulaire le long des limites de l'îlot et offre ainsi un grand jardin central largement planté tel que prévu par le master plan. La résidence occupe les étages supérieurs avec aux derniers étages des logements duplex sous les voûtes. Le parking, quant à lui, occupe deux niveaux enterrés et deux niveaux en superstructure, ces derniers étant susceptibles d'être convertis dans le futur. Cette demande d'un parking réversible s'inscrit dans le cadre du développement du Grand Paris Express, qui prévoit la construction de la ligne de métro 18 qui traversera le campus. Une fois la ligne de métro construite, une partie de ce parking sera reconvertie en bureaux, logements ou autres activités.
Het project is een bioklas in Edegem, dat is in het Fort 5, dat is in een beschermd park. En er was ooit een vraag, of een binnen een groter masterplan, van kunnen we ergens in dat park een bioklas bouwen? En dat gaf ons eigenlijk ook de kans om voor onszelf een zoektocht te creëren naar hoe kunnen we met lokale materialen gaan bouwen? En hoe kunnen we eigenlijk ook binnen een publieke aanbesteding echt dingen zelf gaan bouwen? Dus we zijn de aarde van de boomse klei van Ginder, dus van Antwerpen, gaan omzetten naar leemstenen die we zelf hebben gemaakt, onder leiding van een aannemer, met heel veel vrijwilligers. Heel veel mensen van de regio, dus die stenen, de leemstenen, zijn bij mensen door hun handen gepasseerd. Dus dat heeft ook zo een betrokkenheid gecreëerd en ook een draagkracht voor de buurt. Dus voor ons is dat eigenlijk een beetje een begin geweest waarin dat BC Materials is uitgegroeid. Het project dat wij hebben ingediend is de uitbreiding van het sportcomplex in Genk. We hebben dat uitgevoerd in twee fasen. De eerste fase betreft de renovatie of restauratie van het bestaande sportcomplex. En het tweede deel is een nieuwbouw van een sporthal. Het is een heel eenvoudig gebouw, maar we hebben er eigenlijk een bijzonder dak over gezet. Een sporthal met twee verschillende zalen en die gescheiden zijn eigenlijk door kleedkamers, de bergingen en het cafetaria met de lobby en de toegang tot de tribunes. De sporthal is bijzonder omdat we het voorzien hebben van een dak bestaande uit drie opeenvolgende paraboolgewelven, tongewelven om het zo te zeggen, die voorzien zijn van lichtkoepels, zodat je eigenlijk heel de dag bij daglicht kan sporten. Het verhaal van de Standaard. De oudste doe-het-zelf-zaak van België, de Standaard. Toen die failliet was gegaan, de zaak, was er een heel actieve bewonersgroep die bij de stad gelobbyd hadden van hier moet een ontmoetingsplek komen voor de buurt. De site zelf was volledig verhard en dichtgebouwd. De evidente uitdaging is natuurlijk hoe maak je daar dan een fijne ontmoetingsplek van? De tweede uitdaging was hoe kun je dan zoveel mogelijk van wat je daar al hebt hergebruiken of gebruiken. En vervolgens hebben we er een punt van gemaakt om zoveel mogelijk groen te maken, zoveel mogelijk park te maken, zoveel mogelijk te ontharden. Dus we wilden zo weinig mogelijk gebouw zetten. Een beetje contra-intuïtief is als architect. We wilden ook dat de gebouwen geen obstakels waren, maar dat je echt op een evidente manier door dat park kon wandelen van straat tot straat. Het gebeurt eigenlijk niet vaak dat je de kans krijgt om een nieuw park te maken in een stad. Dus dat eigenlijk goed gelukt is, dat is wel denk ik het meest geslaagd. This project is called Pine Concrete House. It's a separate one-bedroom house connected to existing house through balcony located in Paarl, South Africa. And we couldn't be at building site during construction. Because of these challenges, we thought, what can we do? Ground floor and part of the first floor is in concrete, and we reused that formwork to finish the rest of the house. So design process is also about reusing formwork. We wanted to see how the process of making architecture shaped the actual architecture. And the client sent us pictures after they moved in. In the picture, we saw a new closet in bedroom, which is made by client himself, using same wood and same dimension system with architecture. So it is really nice to see architecture continues evolving with client. Het stadsgebouw Melopé is een complex van scholen, crèches, kinderopvang, lager onderwijs. Dat ook nog een keer door de nieuwe buurt die er in de toekomst langs zal komen, optimaal gebruikt gaat worden. De sportzaal die erin zit en de speelveldjes buiten worden publiek toegankelijk. Er komt een onderdoorgang die altijd publiek is. En dat binnen- en buitenprogramma, dat moet op een heel precieze manier met elkaar in verband gebracht worden. En daarom hebben we hier de kans gekregen om een ruimtelijk samenspel van buitenruimtes te maken die je in een normale school nooit zou kunnen maken. Maar omdat er hier een gebrek aan plaats was, was dat wel mogelijk en is er een soort van majestueus speelplein ontstaan. Het provinciehuis in Antwerpen zit in de binnenstad. En daar was een jaren 70 complex met één toren en allerlei bijgebouwen. En de ambitie van de opdrachtgever, de provincie Antwerpen, was om het zowat het hele terrein vrij te maken, openbaar toegankelijk groen als onderdeel van de groene ruimte van Antwerpen. Eén paviljoen moest behouden blijven.
We hebben daar een nieuw gebouw dwars overheen gezet, waarin de diensten van de provincie Antwerpen ondergebracht zijn, maar waarin ook publieke functies, zoals een congrescentrum, een bibliotheek enzovoort, ondergebracht zijn. Daar hebben we een soort draai aan gegeven, zodat het zwaartepunt van het hele gebouw opschuift naar het midden van het park en dat de zon op een idealere manier rondom het park kan beschijnen. I think we can say we can not only be proud of contemporary architecture in Brussels, but also abroad. I can invite Konstantinos back to the stage. Correct me if I'm wrong. Indeed, Nicholas, incredible projects. Congratulations to all these finalists. So 8 buildings of extremely high architectural quality, different scales, different relations to context, each with their own story and internal logic. It was extremely difficult to choose again in this category, as the different conditions and contexts had to be taken into account in order to be able to choose. The selected winner project is a statement project for the densification of the city, an urgent need today. It offers many possibilities for collective use for both its own users and the neighborhood. It's a simple, rational structure. It's a radical three-dimensional organization of interior and exterior spaces, a vertical school courtyard. The winner project is the Melope in Ghent by Xavier de Heiter Architects. They can come forward. They will receive another beautiful piece by Konrad Willems in Calcutta Rigate Oro. That's the material where it is made in. You can join us here. And congratulations. Dank u wel, Brussels Gewest. Dank u wel, Applaus. Wat zou ik kunnen zeggen? Ik heb het project al uitgelegd. Ik denk dat je niet vaak de kans krijgt om zo'n gebouw te maken, gewoon omdat dat voortkomt uit de beperkte mogelijkheden van het terrein. En eigenlijk, zoals in het interview in Applaus van een week of twee geleden, was het voor ons een schot voor open doel. Dank u wel. Dank jullie wel. En dan kunnen we nu doorgaan naar een categorie waarvoor geen projecten ingediend konden worden. Ik heb het over de Lifetime Achievement Award. De mogelijke kandidaten hier werden voorgedragen door het wetenschappelijk comité. En we zijn dus op zoek gegaan naar een architect die dankzij jarenlange inzet zijn stempel op Brussel heeft kunnen drukken en dus uiteraard ook op de architectuur in Brussel. En voor deze award ga ik niet bij Konstantinos uitkomen, maar bij staatssecretaris Pascal Smet. Ik ga heel kort zijn. Want als we, ik ga ze afzetten. Als we een Lifetime Achievement Award uitreiken, dan moet het eigenlijk voor zichzelf spreken. En dat is ook het geval. Iemand of ze, niet iemand, het is meer dan één persoon, ze waren bezig met participatie vooraleer iemand aan participatie dacht. Ze waren bezig met duurzaamheid en ecologie vooraleer dat in de mode was of mainstream werd. En ze beseften het belang van wonen in de stad en dat wonen niet op eender welke manier kan in de stad. Twee gebouwen, of meer dan gebouwen eigenlijk, in Brussel. La Mamée en het metrostation Alma. Lucien en Simon Krol. APPLAUS
Proficiat, dank jullie. Hallo. Ook voor jullie een mooie award. Ja. Ja, dames en heren, hartelijk bedankt voor dat. Je vais continuer en français, parce qu'après trois mots, ça va plus. Je suis sûre que mes parents seront très contents de pouvoir jouer avec ça maintenant. Bon, on est très contents, merci beaucoup. Finalement, il est reconnu en Belgique. Ça n'a pas toujours été le cas. Je remercie le Brussels Architecture Prize A+, que nous connaissons depuis petite, avec qui il y a eu beaucoup de relations depuis longtemps. Ce prix, c'est aussi tout l'atelier, dont peut-être certains sont dans la salle, en tout cas Bernard Fassel et Dach Bautzen. Donc c'est toute une équipe et en plus toute une vie. Lucien Kroll et sa femme Simone Kroll, c'est la participation depuis toute sa vie, le construire ensemble, le social, et donc ça devient parfois des œuvres d'art, mais c'est surtout habiter une architecture et pouvoir vivre avec d'autres dans un milieu. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup une fois de plus. Donc on va aussi ce soir regarder vers le futur. Donc après le Lifetime Achievement Award, on va continuer avec le Promising Young Architect. C'est bien logique. Donc une mention octroyée à un jeune bureau prometteur établi dans la région Bruxelles-Capitale, bien sûr. Et donc les associés ne dépassent pas l'âge de 40 ans en 2021. Et aussi, on continue directement. We continue with Constantin. So, the jury members, we were all very impressed by the amount of young architects producing incredible work here in Brussels, which is supported and promoted by architectural policies. This is a condition that's really unique and admirable. There was a very wide variety of nominees considered, often young practices with a very wide diversity in their work. The chosen winner is a remarkable hybrid practice that manages to be innovative in very different sectors, from building techniques to climate change. They are at the same time designers, community organizers, material producers, consultants, a think tank, contractor. They produce circular local building materials. They treat infrastructure as architecture. They promote process-based design. It's an office that can claim to be at the same time contemporary and vernacular. The winner is Brussels Corporation. You may come forward also, this nice work of Konrad Willems. Thank you. Congratulations. Yeah. It is heavier than it looks, I can assure you. Oh.
altijd moeilijk om iets te zeggen op een podium. Is fijn. Ik denk vooral, ik wil de stad Brussel, maar Brussel en zijn inwoners, bedanken. Want ik denk dat wat dat we zijn, is dankzij de stad waar dat we wonen. En we staan hier ook met drie. Ik denk dat dat voor de hand ligt dat wij drie niet Brussels Corporation zijn, dat wij niet drie BC zijn, maar een heel collectief achter ons is. Dus ik zou hen heel graag willen bedanken voor alles. En het is een fantastisch iets om deze erkenning te krijgen en dat we wel zien dat we de goede richting uit aan het gaan zijn. En ik hoop dat er nog veel kan gebeuren. Dus ja, dank u. Dank u. Proficiat. Dank u wel. Diksel gaat u wel uitsturen. Dank u wel. Ja, inderdaad. En dan zou ik heel graag doorgaan naar de categorie, de laatste categorie al van de avond. En als ik eventjes persoonlijk mag zijn, de categorie waar ik zelf misschien wel het meest trots op zou zijn, moest ik hem ooit winnen als ik ooit architect zou zijn, namelijk de publieksprijs. Er hebben 3500 mensen gestemd, dus er zijn toch wel wat mensen die zich hierover hebben uitgesproken. En ook voor de publieksprijs gaan we door naar Pascal Smet. 3559 stemmen, om precies te zijn. En met een heel duidelijke winnaar, Nico, dat moeten we er ook bij zeggen. Dus het was niet Execo of het was niet... Er was iemand die er zeer duidelijk uitsprong. Ik ga het project niet toelichten, want we hebben het eigenlijk al in één van de filmpjes gezien. On a déjà vu le projet dans un des films. Il vient de Dilbeek, waar Brusselaars thuis zijn. Dilbeek, Oscar-architecten. Hun werk is gemaakt in Pierre Bleu de Belgique. U mag uw mondmasker ook afnemen. Dat krijgt dat. Alsjeblieft. Ja, dat hadden we niet zien aankomen. Zeker niet als je hier al die mooie projecten gepresenteerd ziet. We willen ook bedanken natuurlijk de Vlaamse Gemeenschapscommissie, wie dat mee aan het project heeft gewerkt, en de VZ2 Sint-Goedele Brussel, die dat opdrachtgever was. Dank u. Je mag nog eventjes hier blijven. Ik ga nog één keer alle winnaars van vanavond op het podium vragen. Dat er nog ook één foto of een beeld is van alle laureaten van vanavond. En ik ga daar ook nog één keer uw hartelijk applaus voor vragen voor alle winnaars die vanavond gewonnen hebben. En het deksel moet je zelfs niet vergeten mee te nemen, misschien nog. Trouwens, niet alleen de winnaars. Ik denk dat ik uit naam van iedereen hier vanavond spreek, dat er ook vanuit de genomineerden toch wel heel mooie projecten bij zaten. Dus ook aan hen van harte proficiat. Maar hier ziet u alle laureaten nog eens mooi samen. Jullie mogen denk ik een stapje naar voren doen, dat jullie in het licht staan. En dan zal de fotograaf zijn werk doen. Merci beaucoup et félicitations à tous les lauréats de ce soir. Et maintenant, pour le dernier mot, je voulais encore une fois... Voilà, Lisa de Visser, elle est déjà là. De A+ Architecture in Belgium pour le dernier mot de ce soir. Merci à vous tous. Et encore une fois, félicitations à tous les lauréats.
Voilà, une belle soirée qui se termine avec peut-être quelques surprises, peut-être pas. Je voudrais remercier tout le monde qui était là. Je voudrais remercier donc le public et aussi encore une fois féliciter tous les lauréats de ce soir. Et donc, en fait, nous avons avec A+, évidemment, aussi fait une revue qui est complètement dédiée à ce prix-là. Elle est là. Donc, c'est een speciale uitgave in het Engels die helemaal gewijd is aan de prijs, waar elk project in, elk genomineerd project in voorkomt, waar ook een interview in staat met BC-architecten, een artikel over Lucien en Simone Kroll, een fotoreportage van fotograaf Stijn Bollaert die de context geeft waarin al die projecten eigenlijk hebben kunnen geboren worden. Donc, c'est une édition spéciale qui vous est offerte gratuitement à la sortie de la salle quand vous allez sortir tout à l'heure. Donc, je vous souhaite énormément de plaisir avec la lecture et une très belle soirée. Merci beaucoup. Merci.